Wie in Amsterdam met een vuurwapen of met een granaat wordt opgepakt, krijgt straks een veel hogere straf dan als je een vuurwapen of een granaat hebt in de rest van het land. Amsterdamse rechters zijn het geweld en de liquidaties in hun stad zat. CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg is er blij mee. Heel verstandig dat rechters in Amsterdam dit signaal willen afgeven. Past ook bij de wet die de Tweede Kamer onlangs heeft aangenomen en die nu bij de Eerste Kamer ligt. We hebben er als CDA ook een extra amendement aan toegevoegd dat de straffen voor handgranaten, het bezit en de handel daarvan verhoogt. Ik vraag me wel af waarom alleen de Amsterdamse rechters dit doen, want dit probleem speelt natuurlijk in alle grote steden en de facto in het hele land. Dus ik denk dat het belangrijk is dat alle rechters zich hierover buigen, maar dit eerste signaal is heel waardevol. Dus Madeleine van Torenburg.